Siegfried Brak als Kamervoorzitter, die zo'n dingen nog deed. Kijkt u daar tegenaan? Ik ga niet te veel focussen, want naast Siegfried Brak zijn nog andere mensen in beeld gekomen in alle partijen. Ik ga niet te veel focussen op die mensen wat wel kan, wat niet kan, wat ze fout of niet fout gedaan hebben. Ik denk dat Siegfried nu zeer aangeslagen is. Hij gaat door zeer zwaar weer. Hij is ook beschadigd. Maar er zijn ook andere mensen van andere partijen. Maar is de partij ook beschadigd? Heeft hij een imagoprobleem veroorzaakt voor N-VA? In de mate dat er een beeld zou ontstaan dat de N-VA een partij is als alle anderen, dat wij zouden, maar ik zeg niet dat Siegfried daarvoor staat, dat wij een graai cultuurpartij zouden zijn, is dit onjuist. En dan vind ik dat jammer als dat beeld zou ontstaan. Karel de Gucht, gewezen Europees commissaris, die schreef gisteren in zijn weekendcolumn: N-VA is niet alleen verveld tot een klassieke partij, ze steekt ze zelfs voorbij. Nee, dat is absoluut niet waar. Nee, ik denk te mogen zeggen, met de hand op het hart, dat wij zeer strenge normen hanteren. Het is niet omdat Bart De Wever, en dat is ook zijn taak, pal achter mensen gaat staan die in zwaar weer zitten, dat wij niet een aantal zeer strikte regels hanteren. Ethiek is voor ons heel belangrijk en ik ben daar ook grote voorstander van. Ik wil er ook blijven voor gaan. Maar nog eens, ik ga niet te veel focussen op mensen, want er zijn er in alle partijen. Heeft Brakke die grenzen van de ethiek volgens u overschreden? Ik ga niet te veel daarop ingaan. Hij heeft nu zijn conclusies genomen, heeft zijn ontslag gegeven. Wat mij als minister-president vooral bezighoudt, is nu om vooruit te kijken. En ik wil samen meerderheid en oppositie werk maken daarvan. Moet toch nog even iets over Brakke en vooruitkijken. Kan hij nog lijsttrekker zijn in Gent volgens u? Dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Ik denk dat hij in de eerste plaats moet oordelen wat kan en niet kan. Maar het zal de afdeling Gent zijn die daarover beslist wie de lijsttrekker wordt. En daar zal natuurlijk met alle elementen rekening gehouden worden.